Ja, opgegeven. Ellende. Die boodronde van top 15, de Koppenberg ligt niet. Nee, maar dat is gewoon te hoog gegrepen. Dat is ook wat ik voor de wedstrijd zei. Hij wordt hier voor de leeuw gegooid. En dat is eigenlijk, ja, het zou veel beter zijn als hij hier tegen de belofte zou kunnen koersen. Maar goed, het is wat het is en hij zal er moeten van leren. Voor de leeuw gegooid, dan wordt hij verscheurd. Het verschil tussen die ontgoocheling en de lat te hoog leggen, dat is ook nog een hele marge. We rijden hem hier langs de moeilijke kant naar beneden. Hè. Dus die naar beneden en dan rechtsaf, die schuine, rond een boom, naar boven en 10 seconden doortrekken. Gaat het nodig hebben. Nee, dat gaan we dan niet nodig hebben. Kleine nest met uw gezag. Mijn belangrijkste doel dit jaar is de verwachtingen temperen. En vooral hameren dat enerzijds niks moet en anderzijds dat er al heel veel geweest is. Want hij heeft daar die vijfde plaats gehaald in Kruibeke, tussen wat wij toch noemen het kruim van de veldrijders. Maar ik was op dat ogenblik ook overtuigd en ik heb het hem ook gezegd dat dat niet de norm mag zijn. Want als de norm vijfde plaats wordt bij de profs, ja, dan gaat hij voortdurend die ladder afspringen en dan gaat er frustratie komen en dan gaat hij ongelukkig worden. Zelfs op ogenblikken dat hij heel goede wedstrijden gedaan heeft. Hij kan een heel goede wedstrijd doen en 12e, 13e, 14e worden. En dan stapte af. Thibaut, hoe is het? Ja. Goed. Ja, gisteren eerst keer op de fiets, dus dat was ja, kei fris, kei hoge aanslag, maar kost. Ik ben blij dat ik terug heb kunnen trainen. Ja, het was toch redelijk stevig, hè, schema. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, vermoeid ben ik echt niet. Hè. Dat kan niet. Als je mijn waarde ziet, mijn bloed. Heb je nu je dingen gepakt? Suiker, vandaag nog niet. Nog niets? Nee, maar heb je de voorbereiding van de training hetzelfde gedaan? Wat dan? Ah, wel, de dorstlesser. Ah ja, ik ben dorstlesser aan het drinken, ja. Ja, is goed. Nu hierin, hè. Allee, Paul, doe het eens voor jou. Niks, jongen. Maar alleen met die elektrische. Ik heb daarna 15 jaar voor gedaan. Ja. Dat kan toch niet dat je daarna nog altijd niet kunt? Weet jij wat ik in 15 jaar in voor gedaan en je kunt het ook nog niet? Hè? En heel goed herstellen. Het is wel zo dat die boven, op het ogenblik dat hij op de fiets stapte, en al voordat hij op de fiets stapte, alleen maar kennis gemaakt heeft met succes. Was het niet van zijn vader, dan van zichzelf. En ja, die overgang die is wel heel groot. Van alleswinnaar, alle titels nemen bij de juniors, tot iemand die zelfs niet bij de belofte mag meerijden, met de profs zich meteen moet gaan meten. Ik heb hem ook gezegd, ik denk niet dat Wout van Aert of Mathieu van der Poel op 17 jaar ooit één wedstrijd met de profs hebben gereden. Dit is een uitzonderlijke situatie die niet een goede is van Thibaut, laat dat duidelijk zijn. Maar die nog meer duidelijk maakt dat er dit jaar niks moet. Het is pas als Thibaut 19, 20 wordt, en dat is toch maar binnen 2-3 jaar, dat we kunnen zeggen, nu moet het. Als je een carrière wil maken. Dus hij heeft nog heel veel tijd. Zo, en je voelt dat, ja, dat ze in een wiel met overschot zitten. Dat is de eerste keer dat je met mij eigenlijk redt met een auto zo lang. Ja. Nee? Ja. Voel je veilig? Nog wel. Ik weet niet voor hoe lang, maar... Hoe saai is dat, ja, met een auto rijden zo. Bij de tweede afslag verlaten we nummer 6. Dat is saai, hè. Wat? Met een auto rijden. Vind je dat saai? Ja. Zie, zo. Ik wil altijd racen, hè. Ja, dat moet op een circuit zijn. Niet op de openbare weg. Race, ga maar op uw fiets.
En langer dan een kwartier, liefst. Hallo. Hey. Hey. Hoe is het met zijn rug intussen? Hij is bij Christel geweest en die denkt dat er wel wat verschil is links en rechts in zijn rugspieren. Dan die val daarbij bovenop, dat is natuurlijk sowieso niet goed. Dus er wordt nu aan gewerkt om daar aan te... De laatste weken ben ik toch eigenlijk al wat meer en meer aan het sukkelen met mijn rug. Ik merk wel dat als ik daar geen last van heb, dat ik dan echt heel goede resultaten kan rijden. En dat ik heel rap ronde tijden rijd. Dus ondanks dat ik van achter moet komen, dat ik dan echt mijn heel sterk gevoel en tevreden gevoel naar huis keer van een wedstrijd. Maar als het dan slecht gaat, is het ineens ook heel slecht. Ik heb al een paar wedstrijden moeten staken daardoor. Dat begint eens met een keer te vallen en nog eens een keer te vallen. En dan begint daar een beetje mee te sukkelen. Het begint hem uit de naak te staan, zonder reden. En daar zijn we nu volop aan het werken. En ik hoop dat dat binnen een paar maanden zo rap mogelijk is opgelost. Na 300 meter rechts afslaan. Huh? Aanspannen. Yes, nog eens. Billen en... Okay. Zie, dat is echt een heel verschil. Vorige keer. Voel jij dat verschil ook, Tibo? Ja, de vorige keer had ik gewoon geen kracht. Nee, hè? Nu kun je hier in die hoek die kracht. Vorige keer kwam dat pas vanaf hier, hè, dat je dat kon. Zie, dat je een tempo zoekt dat je 4 minuten kunt volhouden. Hè? Oh. Ja. 4 minuten. 4 minuten, dus begin maar heel rustig zo, want je gaat direct goed zakken. Oké, kom aan. Hop. Oké, let op de rug. Yes, that's it, jongen. Kun je goed naar buiten duwen. Oké, dat gaan we zo eens doen. Er is een onevenwicht in zijn onderste rugspieren en zijn heupbuiger, waardoor bij een hele explosieve inspanning dat iedere keer heel hard vast komt te zitten. En dat is heel moeilijk om dat iedere keer terug los te kunnen krijgen. En daardoor komt hij soms met heel veel krachtverlies aan de start. Je ziet gewoon als het ontspannen is dat hij een goede prestatie levert. Maar als het echt vast zit, dan is dat heel veel minder. En dat heeft niks met de fysiek te maken, maar vooral met de spieren die eigenlijk al een stukje beperking geven in kracht. Dus er moeten nu wel wat oefeningen gedaan worden om ervoor te zorgen dat die spieren niet meer vast komen te zitten. Dat onevenwicht moet weg. Maar op zich is dat ook niet onlogisch. Het is een jonge gast die plotseling zijn niveau van trainingen verhoogt. Dus kom je ook op een bepaald moment wel op hier en daar de dingen die je als aangeboren meeneemt, daar botsten op je limieten. Nog een keer met de linkse nog, denk ik. Ah ja, juist. Kom. Oké. Goed die pillen aanspannen. Dit is gewoon echt een fase in je carrière waar je door moet. Het voordeel is dat we de kennis hebben en de juiste mensen rondom ons om daar heel snel te gaan schakelen en de rust te bewaren. En wat vooral ook een talent is van hem, is dat hij daar ook dan volledig in gelooft, daarvoor gaat. En het ook niet erg vindt om daar bij wijze van spreken om 7 uur 's morgens voor op te staan en er vol tegenaan te gaan. Het wordt minder pluk de dag, we springen op onze fiets en we gaan vrij de natuur in. Het wordt meer gestructureerd, de kwaaltjes worden weggewerkt en op die manier word je stap voor stap een atleet. En ik denk dat elke atleet dat op een bepaald moment in zijn carrière wel eens meemaakt. Niet te grote stappen, zie, want anders kom je hier. Zie. Zwaar? Ja. Prachtige oefeningen. Ja, goed, dat was beter als testing op tafel was beter als. Ja, maar niet forceren, want dan nog inderdaad gewoon zo jong. Ben ik op terug vrijdag? Morgen. Morgen zaterdag. Ga competitie. Dinsdag en woensdag. Dan komt dan donderdag nog eens terug. De grote prijs van IJs, de veldritklassieker op nieuwjaarsdag. Hoe is ze zitten daar? Ik denk 16, 17, zoiets. Sterk, hè? Dat is goed, hè? Amai. Ik kan blijven aanhangen. Kom aan, Thibaut! Je gaat erin, hè, joh. Probeer een keer van voor in je groep te zitten, hè? Kom aan, hè? Mathieu komt hier nu voor de bel, voor de allerlaatste ronde van deze grote prijs van IJs. De Belgische kampioenschap, 2000. Kom aan, makker, dat zijn beloften hier voor je. Hup, 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 hup. De koers is al open.
We zijn nog maar even bezig en hij is al helemaal vooraan, deze Wout van Aert. Ai. Doe me. Ik weet dat het niet gaat, Thibaut, maar je moet proberen, man. Kom aan, man.